Nou, ik sport eigenlijk al vanaf hele jonge leeftijd. Eigenlijk vanaf mijn 18e of 19e is het echt zo erg geworden dat het toen echt een verslaving werd. En controle houden, controle ja, houden. Niet zeggen. Ik kan nog wat leuke dingen vertellen. Nou ja, ik vond deze wel leuk eigenlijk. Ja, maar het is niet zo goed. Nee, kom op. Ja. Goed zo. Oké, houd stabiel. Oké. Als ik voor een sport ga, dan vind ik het gewoon zo. Ja, wil ik toch meteen wel een wedstrijdsport ervan maken. Dus dan wil ik ook echt meteen eigenlijk het hoogste van het hoogste gaan proberen te bereiken. Uiteindelijk wil ik gewoon eigenlijk een gouden medaille halen in Londen. Even wachten tot de licht gedoofd is, want er kan nog een trein aankomen. Ik heb misschien als sterke kant dat ik goed kan samenwerken. Ik kan ook helemaal ergens voor gaan. Echt gewoon helemaal ergens op focussen. Er werd mij gevraagd, van, jij werkt toch met gehandicapten, hè? Ja, hoezo? Nou ja, ik heb er hier eentje. Kan je even op sleeptouw nemen? En dat is nu een kleine 10 jaar geleden. En ik neem hem nog steeds op sleeptouw en zij is soms mij.